Welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits over de zuivelmarkt. Nou, er gebeurt genoeg in Melkland, zeker in Nederland. Over de fosfaatrechten kunt u natuurlijk alles lezen op de website. We kijken nu naar de ontwikkeling op de markt. Ook daar is volop gaande, want krijgen we te maken met een kerstdip of niet? Daarover later vandaag meer. Nu kijken we naar de actuele zuivelnoteringen en die zijn ook van belang, want de nieuwe garantieprijs van Friesland Campina komt er alweer bijna aan. Arla gaf een goede zet omhoog met een plus van 2 euro. Laten we hopen dat Friesland Campina die gaat volgen, maar daarvoor moeten we eerst weten wat er in Duitsland speelt. Voor nu de Nederlandse zuivelnoteringen. Een plus van 8 euro voor boter naar 430 euro per kilogram. Volle melkpoeder stabiel op 267 euro. Magere melkpoeder schrijft wel rode cijfers. Min van 2 euro doet 200 euro per 100 kilogram. Daarmee blijft Duitse melkpoeder toch echt de duurste. En wij, een min van 2 euro doet 81 euro per 100 kilogram. En als we dan kijken naar de kaasprijzen, die blijven gewoon stabiel. Dus de zet voor een hogere melkprijs, die is er zeker.